Yo mensen, Jerask hier en welkom bij weer een nieuwe GTA 5 online multiplayer van mij. We gaan vandaag parachute springen! En we gaan even kijken wat we hier moeten doen. En holy fuck, kut, ik doe per ongeluk een parachute uit. Ah, nee. Ah, waarom doe ik dit nou weer? Kan ik hem ook wegdoen? Wacht, ik denk dat het zo moet. Wacht. Oh. Ik ga het gewoon zo doen. Er komen andere mensen ook nog aanvliegen, maar ik ga het gewoon lekker met een parachute doen. Dit is weer een nieuwe online multiplayer sessie van mij. Oh, en mocht je dit natuurlijk leuk vinden, geef hem dan een duimpje omhoog. We gaan vandaag even kijken of we eerste kunnen worden of dat we iets moeten doen. Iemand anders staat faal bij de checkpoint. Als je de checkpoint mist met je parachute, ben je keihard de lul. Want dan kan je dus niet meer opnieuw gaan beginnen. Die vent die onder mij vliegt, die mist volgens mij de checkpoint. Ik weet niet wat die vent doet. En als je dwars door het midden gaat, krijg je 15 punten. Als je in de buitenste ringen gaat, krijg je 10 of 5 punten. Dus je moet zoveel mogelijk punten binnenslepen. Ik heb op dit moment 55 en we gaan natuurlijk gewoon proberen om even voor die 100 te gaan ofzo. Dit zijn er 10. Ah, kut. Ik moet dwars door het midden en dan krijg ik er heel veel. Degene die eerst staat, heeft er 70. Kut, wacht. Even door het midden. En bam! 10. Let's go. Ik weet niet wanneer je de 15 krijgt. Wacht, we gaan het even uittesten. Wanneer krijg ik een 15? Want net kreeg ik een 15. Krijg ik nu 15? Ja, 15. Oké. Je moet dus door de pijl heen, dan krijg je er 15. Dus op dit moment ligt iemand anders natuurlijk eerste. Maar we moeten dus door de pijl heen. Door de pijl, door de pijl, door de pijl. Ja! Hoppatee, 15 punten. Oké, let's go. Dit gaat goed zo. Dit is fucking epic. Ik speel met de hele Yara crew op dit moment. Er zitten 8 mensen van Yara in. Dus dat is natuurlijk kick om te doen. Door de pijl. Let's go. Yep. Ah, 10 puntjes maar. Fuck. Kut man, degene die eerst staat heeft er al 130. Ik weet niet waar die vent is. Maar achter me zit er natuurlijk ook nog een. Oh shit, kijk achter me dan. What the fuck man, er zitten vet veel mensen achter me. Wie ligt de eerste jongens? What? Hoppatee, 15 punten. Weer door die pijl heen. We zijn bijna aan de grond zoals je kan zien. We moeten nog een paar checkpoints denken. Dus eventjes die 15 punten binnenpakken. Weer 10. Kut. Ik moet door die pijl heen man. Door die blauwe pijl. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Ah, kut. Dit is echt moeilijk jongen. En oh, je moet ook niet te laag gaan vliegen. Want dan mis je natuurlijk die checkpoints. En dan krijg je helemaal geen punten ervoor. Dus het moet goed gaan. In één keer. 3, 2, 1. Woop! Nee! Kut! Kut, man! Die pijlen die zijn echt vaag, jongen. Je moet er wel doorheen kunnen vliegen, maar ze zijn echt super, super vaag. Dus let's go door de pijl, zo. En dan klik op het. Daar krijg je 15 punten voor. Oké, dit is het einde. We moeten ook nog eens gaan landen daar, hoor. Dus dat moet ik ook even goed gaan doen. Oké, door de pijl. Hop! En dan moeten we weer gaan landen. Even mooi landen, mooi landen, mooi landen, mooi landen, mooi landen, mooi landen. Up! Oh! Is die mooie landing? Oh, dan krijg je 5 punten eraf. Op de 15 punten. Nou ja, goed zo. Dat was de parachute sprong, mensen. Ik hoop dat ik eerste ben. Of tweede ben. Ja. Ik heb 210 punten. De rest moet natuurlijk nog even landen. Kijken hoeveel punten ze krijgen. Hier gaat er eentje landen. Woo! Oh, hij landt ernaast. Hij landt ernaast. Hij landt onder de brug, man. Wauw, jongen. Dat is niet zo handig voor je specs, hoor. Wauw. Hij landde zo onder de brug, die vent. Ik ben echt benieuwd. Geniaal. Oké, nou, er komt nog iemand anders aan. Daar komt Wessel aan. Wesseltje! Kijk hem gaan, hè? Kijk hem gaan. Oh. Dat is een mooie rode parachute. Wat doet hij allemaal, man? Kijk hem gaan dan. Woep woep! Let's go, jongen. Kijk, we gaan even met hem mee spectaten. Je moet ietsje hoger gaan, Wessel. Ik weet niet hoe lang hij hierover gaat doen, maar hij past 80 punten. Wessel, je gaat te laag. Tink. Het waren 10 punten voor hem. Kom op, Wessel, je bent er bijna. Je kan het. Je kan het. Oh, hij gaat hem. Oh, oh, wat doet hij nou? Oh. Gaat hij hem halen? Ja, hij gaat er prachtig doorheen. Let's go. 3, 2, 1, klik. Oh, hij gaat weer te laag. Kom op, Wessel. Hij heeft al 100 punten, dat is niet normaal veel. Ik had er 210 volgens mij toen ik eindigde. Klik, en dan moet hij nog landen. Kijk, heel veel mensen zijn er ook gewoon naast geland. Ik sta er precies in het midden. Toink, ook ernaast, let's go. Lekker gedaan, mensen. Ik ben tweede. Ik ben tweede. Ik vind dat ik een goede score heb neergezet. Ik ben tweede geworden. En ik ga natuurlijk nu weer even plakken en knippen naar de volgende sessie. Dus dat kan zijn een race, kan zijn Team Deathmatch. Dus mensen... Tot aan de volgende sessie. Captain Woods, die heb gewonnen. Dus Captain Woods, duimpje omhoog voor jou, maat. Tot de volgende sessie, mensen. Alright, mensen. We zijn weer in een nieuwe sessie gekomen. Dit is Team Deathmatch. Ik weet niet bij wie ik in het team zit. Maar dat zal allemaal wel. Ik ga eventjes ammo kopen. En als we zo meteen gaan spanten, moet ik even iedereen muten. Want het is scheid irritant. Want iedereen hier op een headset. Dus ze lullen er allemaal doorheen. Oké, ik kan ook even ammo voor alles. Ik koop even body armor en dan ben ik er klaar voor, mensen. Ik weet niet bij wie ik in het team zit. Even kijken, hoor. Wie zit er in dit team? Team 2. Dit is MC Crack en You're Dead Now. Dit is FC Abs 123 en Wessel. Dit is Captain Woods en Mr. Dutch. En ik zit bij iemand anders in het team die ik niet ken. Maar ja, dat maakt niet uit. Hij heeft een mooie apenmasker op. Dus ik vind het wel best. Kom maar op, jongens. Cargo. Team Deathmatch. 2 tegen 2 tegen 2 tegen 2. Ik weet niet bij wie ik in het team zit. Ik ben bij M Voetjes in het team. Oké, let's go. Let's go, M Voetjes. Spannen meteen naast ons. Oh. Oh mijn god. Holy fuck, man. Oh shit, het is 2 tegen 2 tegen 2 tegen 2 op een boot.
Gewoon op een boot. Het kleinste map volgens mij in het hele spel, jongen. Oké, dit gaat goed komen. Ik moet zorgen dat ik eigenlijk een shotgun zien te pakken krijg. Want met de shotgun kan ik wel mensen gaan killen. Zonder de shotgun kan ik denk ik helemaal niks. Er staat er hier rechts van me. Ik moet natuurlijk het potje gaan winnen. Ik heb mijn team, die hebben nog geen één kill. Dus dit is nou niet zo mooi. Niet zo'n lekker begin. Maar dat maakt nog niet zoveel uit, want hij is net begonnen. En oh shit, die hoort weer bij me. What the fuck, jongen? Ik... What the heck, jongens? Het spannen letterlijk overal. Oh, dit gaat goed komen, mensen. Oké, het gaat op de 40 kills. En het speelt zich dus op een boot. Een heel super klein mappie. Met wel met heel veel mensen zitten. Dus het zal allemaal wel goed komen. En jij bent dood, alsjeblieft. Kijk, er staan er hier ook nog mensen naast me. Oh, die gaan naar boven. Die gaan naar boven. Nee, onder ook nog één. Holy fuck, jongen. Zo de knetter, man. Het is 2 tegen 2 tegen 2 tegen 2. En iedereen loopt overal gewoon. Ik denk dat we gewoon even ergens dekking moeten gaan zoeken. Of we moeten een shotgun in onze handen krijgen. We kunnen denk ik alleen maar gaan killen met een shotgun in deze map. En er staat er hier eentje helemaal bovenop. Even kijken of ik die kan killen hier. Zit je er nog? Oké, niemand zit er meer. Nice. Dan kan ik hier bovenop gaan zitten. Even kijken of ik hier een beetje uitzicht heb. Nou, hier zie ik helemaal geen ene drol gewoon. Jongens. Waarom ben ik hier bovenop gaan zitten? Oké, er loopt er een. Ja, bingo, bingo, bingo. Oh! Hij gaat niet dood. What the fuck? Hè? Zo, de kretten, man. Die vent ging niet dood. Oké, ik wil weer even naar beneden. Dus gaan we even naar beneden. Want die bovenzitter, dat heeft dus niet zo heel ver zin. Kan je overleef je dit alsjeblieft? Dankjewel. Hè? Ik had geen zin om de trap te nemen. Dat is veel te veel moeite. Oké, ik zit helemaal boven. En achter op het schip. Dus ik moet nu even door gaan lopen. Okidoki. We hebben nog één trapje naar beneden. Maar dan kunnen we net zo goed gewoon nog even hier blijven staan. Kunnen we hier niet naar beneden. Oh nee, dat gaat niet werken. Ik leef nog, jongens. Niks aan de hand. Oké, let's go. Ik leef nog. Langer blijven leven vind ik alles best. Ik heb meteen health opgepakt. Maar we moeten even uitkijken voor al die shotguns. Want als we een shotgun in de handen hebben, dan killen ze je gewoon in één fucking kogel. In mijn rug! Motherfucker, let's go! Ik heb de kill, ik heb de kill. Nu heb ik eigenlijk health nodig. Maar ja, het gaat een beetje moeilijk om health nu te pakken. Want er zijn allemaal enemies naast me. Als ik deze vent kan killen. Ja, dan kan ik die vent. Nee! Ah, shit, ik had een 3 gun streak. Oké, lekker dan. Ik sta met mijn team bijna eerste. We hebben 6 kills. Degene die eerst staat, heeft 9 kills. En dit is echt gewoon kicken, man. Dit mapje is volgens mij een beetje te klein gemaakt. Maar ja, dat maakt me ook verder geen ene drol uit. En ik span de hele tijd boven. Dat is scheid irritant dat ik boven span. Dan moet ik even weer het trapje naar beneden nemen. Dan heb ik alweer 10.000 minuten verloren. Omdat die kuttrap zo langzaam gaat. Dus we moeten niet meer boven spannen, man. Ik wil onderspannen. Anders moet ik zo ver lopen. Oké, even kijken waar ze zit, hoor. Even kijken, even kijken, even kijken. Daar loopt er een. Jij bent dood sowieso. Let's go. Komt er ook nog een via de linkerkant hier, oh. Hij loopt hier tussen die containers in. Volgens mij gaat hij naar mijn kant komen. Hij komt hier naartoe, sowieso. Of hij loopt er bovenop. Nee, komt hij aan, komt hij aan. Fuck jou, lekker dan. Oké, let's go. We hebben 50% extra RP gekregen, dus dat is natuurlijk lekker. Er staat hier nog een achter op die boot. Ik weet niet of mijn teammate hem killt, maar dat denk ik haast niet. En oh shit, ik word ook beschoten. Oké, dit is niet zo fijn waar ik nu in zit, want er staat er hier een. Ik weet niet waar die is. Dan loopt er hier een. Even kijken waar die zit, hoor. Hij zit hier ergens. Waar zit jij, maat? Waar zit hij helemaal boven? Of loopt hij hier? Oh, hij loopt daar. Hij loopt daar. Oké, achter hem aan. Let's go. Wapen pakken, wapen pakken. Daar komt hij. Oh, oh, double kill. Double kill. Let's go, mensen. Oké, degene die eerst staat op 13 kills. Wij hebben er 9. We gaan dit potje gewoon winnen. We gaan dit potje winnen. Kom aan. Kom aan, hier ligt de helft. Die heb ik nog niet nodig, want ik ben nog niet geraakt. Gaat weer het kuttrappetje af. Kijk, je kan er niet van afspringen, man. Je moet helemaal een stom dat trappetje nemen. Schiet gewoon op, joh. Ik speel niet voor niets team deathmatch. Ik wil gewoon alles snel doen. Snel, 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 snel. Hoe sneller het gaat, hoe beter. Dan staat er hier ook een buiten de map. Wat doe jij hier nou weer, man? Je hebt geen zin meer om op de boot te gaan zitten. Dus dan gaat hij er maar gewoon naast zitten, lieve. Gaat dood of zo. Ja, hij is dood. Oké, let's go. Het is een beetje irritant als mensen naast de map gaan lopen. Dus dan zitten ze helemaal niet meer op de boot. Wat je eigenlijk hoort te doen als je zo map speelt. Maar dan gaan ze ernaast zitten. Dat vind ik nooit zo leuk als ze dat doen. En alsjeblieft, jongen, loop zo mijn richtpunt in. Dankjewel. Oké, let's go. En er staat er hier in rechts van me. Oh, 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 oh. Even dekking zoeken. Let's go, we hebben killstreak. Ik weet niet waarom we een killstreak hebben, want ik heb maar 2 mensen gekillt. En ik ben weer dood. Het is veel te druk hier, man. We staan wel bijna eerst. We hebben 12 kills. Degene die eerst staat heeft 14 kills. Dus we gaan dit gewoon winnen. Die fans van het vormen, dat is een teammate van me. We moeten echt een shotgun op zien te pakken. Maar ik kan geen shotgun vinden hier, want alle wapens die ik wil pakken, die worden voor mijn kop weggenakt. Dus dan kan ik hem zelf niet meer oppakken. Oké, kom op, teammate, pak hem. Ik kill hem wel, ik kill hem wel. Als je dan lopen de 2, dan lopen de 2. Even een stukje naar voren, een stukje naar voren, een stukje naar voren. Want hier kan ik dekking zoeken. Let's go, let's go. Oké, we staan gelijk met de eerste. Dus dit gaat goed zo. Komt er nog een achteraan? Jij bent ook dood, let's go. Dit gaat goed zo, dit gaat goed zo. Dit moeten we blijven volhouden met mijn team. Ik zit in het team met Mitchell. Dus ik hoop dat Mitchell ook een beetje goed is. Want dan kunnen we dit makkelijk winnen. Mitchell, kom op, jongen. We staan nog steeds bovenaan. We hebben 15 kills. Degene die bovenaan staat, heeft 14 kills. Dus dit gaat goed. Nu moeten we even mensen gaan zoeken. Er staat er daarin voor me. Even die killen. Nee, dat kan ik dus niet, want die wordt gekillstealed. Ah-oh. Kan ik jou killen dan, alsjeblieft?
Ja, let's go. Oké, we hebben weer een killstreak. Staat er hier nog een links van me? Hier zo rechts staat hij nu. Ik denk dat hij hier dekking zoekt of zo. Oh, daar loopt er ook een achterin. Ja, motherfucker. Ja, oké, let's go. Dit gaat goed zo. Nu pakken we ze allemaal. Let's go. Let's go, let's go. Nog één. Oh, oh shit, die stond me al op te wachten. Hiervet stond me op te wachten, man. Hij wist dat ik daar kwam, dus hij stond gewoon lekker te wachten. En hij dacht van, ah, weet je, hij komt vanzelf wel. Ik wacht gewoon op. Nou, ik vind het goed, jongen. Ik ga weer even bovenop blijven staan. Oké, we springen naar beneden. Ik ga niet weer dat kut trappetje nemen, want dat duurt dus een half uur. Dan maar zo. Dat trappetje duurt te lang en daar heb ik heel erg tijd voor. Kom hier, jongens. Waar zitten jullie? Hier staat er één, hier staat er één. Ja, let's go. Headshot. Bam. Oh shit. Doorrennen, doorrennen, doorrennen. Want zit er hier rechts van me. Oh shit. Ik wil ook geshotgunt of zo. Ik weet niet door wie, maar... Oh, 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 oh. Ah, shit. Ik moet echt een shotgun hebben, man. Deze map is gewoon een map met de shotgun. Hier moet je de shotgun hebben, wil je mensen kunnen killen. Maar ik kan die shotgun niet vinden, man. En wow, ik spawn gewoon achter je. Ik dacht eerst dat het mijn teammate was, maar ja, dat was hem niet. Dus, dan kill ik je gewoon. Je voor me spant, dan ben je gewoon kaart van lul. Die vent... Oh, dat is een teammate. Dat is een teammate. Wat? Huh? Door wie word ik gekild? Ik word geshotgunned terwijl ik helemaal niemand zag. Wauw, man. Deze map is echt te klein. Het is wel echt gewoon een vette map. Alleen niet voor 2 tegen 2 tegen 2 tegen 2. Want daar is het niet een beetje te klein voor. Jij bent dood, maat. En heb ik nu een shotgun? Kan ik die shotgun oppakken, alsjeblieft? Godverdomme. Ik moet even op de kaart blijven kijken waar de shotgun ligt. Want die heb ik nog nodig. Want als we eenmaal die shotgun hebben, dan gaat het goed komen. Maar ik zie hem nergens liggen, man. Klim eens hier eens omhoog. Klim, klim. Klim, kutwijf. Oké, je komt er hierin aanrennen via de linkerkant. Oh shit, ik word geschoten. Oh, 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 oh. Waar zit hij? Waar zit hij? Oh, daar. Motherfucker die je bent. Kom dan, even reloaden. En... Oh shit, ah, oh, die staat te campen, man, daar. Captain Woods. Die gaat lopen campen. Volgens mij is die bijna dood, die Captain Woods. Dus ik kan hem nu waarschijnlijk zo pakken. Maar ja, ik laat hem nog wel even zitten. Ik ga hem pas pakken als ik hem moet pakken. Dus als ik naast hem zit. En... Huh? Ik loop zo iemand zijn rug meteen, man. What the fuck? Ik dacht, wist hij dat hij daar stond? Het mapje is echt een klein gek. What? Oké, dan zet hij daarheen. Kom hier. Ja, die kan ik weer niet raken. Die zit veel te ver. En dan loopt hier ook weer de shotgun vent. Shotgun vent, kom hier. Hij rent weg voor me. Nee, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Hij heeft een shotgun in zijn handen, dus ik moet uitkijken. Oh my god. Ik haat die shotgun, jongen. Ik kan geen shotgun vinden, hè. Als ik nou ook gewoon de shotgun had. Poep, man. Ja, losing streak vind je het logisch, man. We staan nu ook achter. Kut. Maat, Captain Woods, kom hier. Captain Woods. Lekker voor je, joh. Jij zat te campen. Dikke revenge kill hier, joh. Nice. En, uh-oh. Oh, ik heb hem wel. Dubbel kill, let's go. We staan bijna eerste, we staan bijna eerste met mijn team. We moeten nog één kill goed maken, dan staan we eerste. We gaan dit potje gewoon winnen. Ik heb dan misschien niet zo'n hele briljante score. En dan gaat ze weer dat fucking kuttrappetje af. Ik zweer het je, kutwijf. Oh my god. Ik haat je zo hard. Oh god, ik heb per ongeluk geschoten. Dat was niet de bedoeling dat ik schoot. En ik kill hem wel, gelukkig. Hehe. Oh shit, er loopt er hier nog één. Ik weet niet waar, maar er loopt er hier één. Daar, 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 daar. Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Oké, we staan dit met voor. Nee, we staan nog steeds twee kills achter. Ach, kut. We moeten dit serieus winnen, hoor. Anders vind ik het niet meer leuk. Hij komt hier. Ja, die heb ik ook, die heb ik ook. Hier daarachter raak ik ook nog. Ik ben nu out of ammo met mijn mini-Uzi. Dus het is nou niet zo fijn. Want ik heb nu geen ammo meer. Ze lopen helemaal daar. Ja, ik kan hem zien. Ik schiet hem raak. Ik schiet hem raak, sowieso. Oh mijn god, ik heb hem bijna. Hij is bijna dood, die fan. Oh mijn god, ik kan hem niet raken van de vier, man. Kutzooi. Ik heb ammo nodig, want mijn mini-Uzi is leeg. We hebben nog 1 minuut op de klok staan. Hier staat er een voor me. Kom op, kutpistooltje. Oh mijn god, hij killt de verkeerde, man. Hij zat op die vent te schieten waarop ik ook schoot. En toen killde hij dus mij, terwijl hij die vent ook wilde killen. Omdat ik erachter stond, man. Dikke bullshit weer. Kom op, teammate. Kom op, teammate. Kut, er spant er ook een naast me. Kom hier. Ik heb weer ammo gevonden. Yes, let's go. Hè? Wat een geluk toch weer. Oké, let's go. Even kijken hier. Ze staan hier weer allemaal. Oké, okay, die kan ik niet raken, die kan ik niet raken. Ik ben ook bijna out of ammo en we staan... Ah, kut, we hebben denk ik dit potje verloren, man. Het komt omdat ik geen shotgun kan vinden. Ik zie ze wel allemaal op de map liggen en alles, maar ik kom niet bij die wapens in de buurt. En iedereen spalt gewoon naast elkaar. Dus de map is gewoon te klein, man, hiervoor. Holy shit, het is wel echt een vet mappie. Cargo heet die. Van Black Ops 2 Cargo. Oké, okay, let's go. Die heb ik ook. Dan spring ik weer naar beneden, want ik heb geen zin om weer fucking dat kuttrappetje te nemen. Dan raak ik misschien wel helft kwijt, maar ja, dat beter dan dat trappetje nemen, want dat zuigt. Staat er hierheen. Hij zit hier om het hoekje. Kijk, hij zit hier. Oh shit, nu loopt hij hier. Nu loopt hij hier. Oh, 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 oh. Rot op jij met je kut shotgun. Die voor je. Ik heb even geen shit meer in de shotgun, jongens. Ik ben er al vaak genoeg door gekild nu. Kan ik jou ook nog killen? Ja, let's go, let's go. Pistooltje pakken. Pistooltje, want ik ben weer out of ammo. Er valt er ook nog een in mijn rug.
Kom hier, kom hier. Kut shotgun. Oh mijn god, ik haat die shotguns. Hier kon ik niks aan doen, man. Ik kon geen shotgun vinden. Iedereen in deze map had een shotgun, maar ik kwam er niet aan. Ik kon hem niet in de map vinden. Ik kon hem niet oppakken. Dus anyway, ik heb gespeeld met een mini-Uzi. We hebben dit potje verloren. Dus het zal allemaal wel. We gaan nog één laatste game erachteraan spelen. Want we doen steeds gewoon 3 minigames in deze serie. Dus bedankt voor het kijken, mensen. We hebben verloren, maar dat boeit geen ene zak. En tot aan de volgende sessie. Like. Ik stond wel 26-17. Ik had 26 kills. En kijk die teammate van me. Die had er 5. Kut, Mitchell. The fuck? Mitchell had maar 5 kills, man. Ik had het meeste kills in deze hele game. 26. Niemand had 26 kills. Wauw. Mensen, tot aan de volgende sessie. Yo, mensen. Jurassic hier en welkom bij het derde game van deze GTA 5 online multiplayer video. We gaan even weer ammo kopen voor al onze wapentjes, zodat we gewoon weer genoeg ammo hebben. Je ziet, ik heb dit met $20,000, dus dat is natuurlijk lekker. Ik heb even kijken, pistooltje ammo moet ik nog kopen. Kom met pistooltje. En hij zit wel vol. Nou, weet je, ik heb genoeg ammo. Ik klik op ready en we gaan nog een keer team deathmatch spelen. Nu is het niet 2 tegen 2 tegen 2 tegen 2, maar nu is het 4 tegen 4. Dus dat is wat beter, want 2 tegen 2 tegen 2, nou ja, die spawns die ging hier niet helemaal goed. Dus nu gaan we gewoon 2 tegen 2 tegen 2 tegen 2 in plaats van 4 tegen 4 doen. Andersom, Jan. Goed zo. Maar dat maakt niet uit. We gaan eens even kijken of we dit potje wel kunnen gaan winnen. Het gaat weer tot de 40 kills. 10 minuten staat er op de timer. Dus we gaan even kijken hoeveel mensen we kunnen gaan afknallen. Ik hoop dat ik weer MVP word. Want als je MVP wordt in een Team Deathmatch game, krijg je het meeste geld. Krijg je de meeste XP. En het maakt niet uit of je wint of dat je verliest. Als je maar gewoon MVP wordt. Dus let's go, mensen. We gaan meteen rennen aan de andere kant van de map. Ik wil die body armor hebben. Whoop! My body armor. Oké, okay, let's go. Ze staan allemaal op die weg daar, oh. Dus ik weet niet of ik ze al kan afknallen. Ik zie er daar al heen. Ik zie daar al heel veel. Kom hier, jongens. Oké, er zitten er daar niet 1, 2, 3, 4. Er zijn er al 2 dood, let's go. Oh shit, ik ga erop afrennen, dat is niet zo slim van mij. Holy fuck, dat was ook niet de bedoeling dat ik er zo hard op af ging rennen, maar ja. Dat gebeurt nou eenmaal. En zit hij daar? Kijk, je loopt er daarin bij die auto. Jongens, ik zie ze zitten. Maar ik kan er niet zo makkelijk op af. Ik pak even een pistooltje, die kan beter op de lange afstanden. Even goed opletten, daar staat er een. Oké, die kan ik niet raken, die kan ik niet raken. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga hier weg. Even helemaal omlopen. Zo, kunnen we hier doorheen? Oh shit, ze kunnen allemaal af. Motherfuckers. Oh shit. Oh fuck, jongens, ik wil gewoon op jullie af. Ik ga erop af, want het punt is, er zit zo'n kutbrug tussen. Dus als je er dan gewoon op afloopt, kan ik zelfs goed wel killen. Mijn team die maakt de kills wel. Als ze mij dan even dekking geven, dan kan ik deze vent killen. Nou, hij is bijna dood, hij is bijna dood. Ik ben ook bijna dood, dus het is nog niet zo fijn. Oh. Ah, shit, sorry. Ah, fuck, man. Mijn team die zit een beetje in ons span. We moeten eigenlijk erop afrennen. Want hun hebben hun eigen span. Wij hebben ons eigen span. Dan moeten ze eigenlijk gewoon die span in gaan rennen. Want dan kunnen we ze gewoon gaan killen. Maar die lange afstanden hou ik nooit meer van om te schieten. Dus ik ga er al een beetje proberen op af te gaan. Maar ja, mijn team die zit hier leuk dekking te zoeken en shit. En niemand anders gaat erop af. Dus ik ga ook gewoon even de lange afstanden schieten. We moeten er sowieso op af, mensen. Dit gaat niet werken. Ik ga er gewoon langzaam op af. Ik hoop dat mijn team een beetje me volgt. Dan gaat het wel goed komen. En yes, oké, dat is een kill. Dat is een kill. Komt er ook eentje via onder de brug loopt hij nu. Dus dan kan ik meteen afknallen als die naar boven komt. Dan komt hij aan. 3, 2, 1. Oh, dat is kut, Jordy. Oh, dat is fucking Jordy, man. Dit is niet leuk, jongens. We moeten even op elkaar af gaan rennen. Is best wel een kut map, zoals je kan zien. Want je kan niet echt op elkaar af. Oké, okay, wacht maar. Ik ga er gewoon met het pistooltje op af. Let's go. Let's go, let's go, let's go. We moeten wel erop af, jongen. Want anders gebeurt er niet zoveel. Even een stukje weg. En dan even Jordy afknallen. Oké, Jordy is dood. Lekker voor je, Jordy. Zit er daar en ik zie hem staan daar. Daar zit hij. Wacht maar, jongen. Je gaat eraan. Oh shit, ik word ook door iemand anders beschoten. Ja, kutzooi. Oh shit. Ik wil erop af, mensen. Ik hou niet van campen, maar dat moet hier wel. Oké, wacht maar. Ze zitten. Daar, ik zie ze staan. Holy fuck, jongen. Hun sprayen gewoon als de malle gek. En... ze doen helemaal niks. Jongens, jullie moeten erop afrennen. Oh, wauw, jongen. Ik ga wel even helemaal omlopen dan maar. Anders werkt het niet, man. Als er niemand op afgaat. Er moet iemand zo verstandig zijn om eraf te gaan. Jordy is degene in hun team die erop afgaat. En ik ben degene die in mijn team erop afgaat. Want anders gebeurt er gewoon helemaal niks als niemand erop afgaat. Oké, okay, nu zit ik een beetje achter hun. Kan ik nog een stukje naar voren? Hier kan ik ook nog dekking achterzoeken. Oh nee, dat gaat niet werken. Hier dekking achterzoeken. Kut, Jordy. Oprotten. Oké, okay, Jordy is down. Jordy is down. Let's go. Oh, shit. Ah, kan ik achter deze boom? Alsjeblieft, zeg dat ik achter deze boom kan. Dank je. Hehe. Oké, even kijken waar ze die andere zitten. Daar zit er nog een. Die motherfucker, ga dood. Dank je. Hehe. Ik dacht dat hij al dood was, maar ja, hij ging niet echt snel dood. Oké, snel achter deze steen gaan zitten, want ze weten nu waar ik ben.
Ah shit, ik ben al dood. Ah shit man. Die Jacintje die zit echt de hele tijd op één plek, jongen. Die komt niet meer van zijn plek af gewoon. Hij zit daar goed. En hij zit daar fijn. En hij gaat er niet meer vanaf. Dus dat is een beetje rot. Loopt iemand helemaal over de linkerkant. Bovenop de berg volgens mij. Dus die moeten we ook even proberen te killen. Ik weet niet waar die vent naartoe wil gaan. Maar ik ga achter hem aan. Oké, let's go. Op naar de trein. Hij loopt hier helemaal daar. En kan die fucking berg niet op. Kutwijf. Ik loop wel weer helemaal om hoor. Psychert. Ah, moet ik weer helemaal zo. Daar heb ik helemaal geen zin in. Hij loopt hier. Dat is weer Jordi. Hey Jordi man, wat doe je allemaal? Jordi, kom hier. Kut Jordi, kut Jordi, kut Jordi. Oh, die voor je. Kijk hem rollen houden. Lekker voor je Jordi. Hij probeerde helemaal om te lopen. Maar ja, dat gaat mooi niet lukken. Oké, dan hebben we nu wel een mooie line of sight. Dus als we nu hier kunnen achter dekking zoeken. Dan gaat het goed komen. Hier achter. Ga erachter zitten, kutwijf. Oké. Dan hebben we nu een mooie line of sight hier ook. Heb ik hem? Oh, Jacintje is dood. Hè? Eindelijk is Jacintje dood. Nu weet ik niet meer waar ze spannen. Ze blijft gewoon hier staan. Dan gaan we even kijken of ze nog steeds daar spannen of niet. Even goed opletten. Ja, ik zie er weer een. Jacintje gaat weer op zijn eigen oude vertrouwde plek zitten. Zo zitten jullie. Hij zit helemaal daar nu. Ze lopen nu allemaal daar. Ze zien mij nog niet. Ze hebben nog niet door dat ik hier ben. Dus als ik ze nu gewoon chill kan afknallen, dan gaat het wel goed komen. En wauw! Hoe doet hij dat, gek? What the fuck? Die vent schiet echt lange afstanden met zijn wapentje. Holy shit, gek. What the heck? Er loopt er eentje helemaal boven die berg. Wedden, het is Jordi Nice. Ik durf jullie nu al te wedden dat het Jordi Nice is gewoon. Wacht maar, ik ga achter hem aan. Kut Jordi, kom hier. Achter Jordi aan. Let's go. Doorrennen. Ja, let's go, waar zit hij? Oh, daar rent hij. Kut Jordi. Was het Jordi? Ik weet niet wie het was. Het zal wel. Ik heb iemand gekild, ik vind het allemaal goed. Oké, ze zitten weer allemaal te campen in hun span. Dit vind ik nooit zo fijn, man. Als ze gewoon stil gaan lopen zitten. Toch niet leuk, jongens. Als je nou gewoon gaan rondrennen. Dan is het een stuk fijner. Ik weet niet waar ze zitten. Ik ben even aan het scannen, hoor. Want er loopt er daar eentje helemaal achter. Daar. Maar die kan ik niet raken. Dus dan gaan we hier weer even dekking achter zoeken. Die is dood. Let's go. Zit er daar ook nog een? Ik weet niet waar die zit. Even kijken hoor. Waar zit jij te campen? Maat, ik zie je. Hij zit daar. Ik weet niet of ik hem raak, maar ik blijf gewoon schieten. Ooit zou die wel dood zijn. Huppatee, ik heb hem. Hé. Eindelijk is hij Sintje dood. Stomme camper. Oké, dan gaan wij doorrennen. Nee, Jordi. Ah! Oh, dat is Jordi niet. Oh, wat een geluk. Holy shit. Ik dacht dat het Jordi was, man. Maar dat was iemand anders deze keer. Oké, let's go. We hebben nu best wel een lekker streakje opgebouwd. Dus als we dit kunnen blijven doorzitten, dan komt het wel goed. Even kijken waar iedereen loopt. Ze spannen hier nog steeds achter. Oh shit, ja, er schiet al iemand op me. Jij gaat dood. Ja, let's go. Goed zo. Okay, we blijven hier ingezoomd lopen, want ze komen sowieso op me afrennen. Blijf hier even staan. Even goed kijken. Oké, ik ga naar beneden. Nu is mijn kans om naar beneden te gaan. Let's go. Nee, er komt er een. Motherfucker, jij bent dood. Jij bent sowieso dood. Oké, let's go. We hebben double damage op dit moment. We hebben dus allemaal dingen geunlocked omdat we op zo'n hoge streak zitten. Dus het gaat goed. Als we dit kunnen blijven doorzetten, dan winnen we sowieso. Het gevecht is nu ook omgedraaid. Nu zitten wij in hun span en zij in onze span. Dus ik heb mooi het gevecht omgedraaid doordat ik over dat treinspoor heen ging. Oké, let's go. Ik ren weer een beetje naar voren. Een stukje naar voren. Oké, let's go. Oh, ik schiet per ongeluk. Dat was niet de bedoeling. Oké, weg hier. We gaan weer door het riool ding-achtig iets. Ik weet niet wat het is. Het is een fontein die droog ligt of zo. Een riool, een rivier, en weet ik veel wat. Het boeit me ook verder niet zoveel. Oké, die vindt ze ook dood. Dan gaan we nog een stukje naar voren. Wij gaan erop afrennen, hè. Wij zijn hier de verstandigen. Die enemies niet. En, oh, Jordi. Nee, kut Jordi. Ah, fucking Jordi. Eindelijk heeft hij mijn man. En hij heeft nog $250 ervoor gekregen ook. Want er stond een bounty op mijn hoofd. Ah, kut Jordi. Wacht maar, jongen. Je gaat eraan. Wacht maar. Jullie gaan eraan, jongens. Ik zie er daarheen rennen. Die gaat over de linkerkant. Die gaat via de rivier. Klim hier eens overheen, kutwijf. Let's go. Hij gaat door die rivier. Ik weet niet waar hij nu zit. Even goed kijken, hoor. Waar zitten jullie, jongens? Oké, ik zie er daarheen. Motherfucker. Ik kan je raken, jongen. Ik kan hem niet raken. Fuck. Ik dacht dat ik hem kon raken, maar dat kon niet. Ja, hij is dood. Let's go. Oké, daar loopt er ook een helemaal boven die berg. Oh, Jordi! Ah! Oh, kut. Ik trek mijn controle uit mijn PlayStation. Nou, fuck it. Die heb ik niet nodig. Ah, shit, man. Ik voelde een shotgun kogel in en toen bam. De tweede ging raak. Ah, shit. Nou, nee, maakt niet uit. We gaan opnieuw. We gaan weer rennen. Let's go. Achter die auto dekking zoeken. Hup. Je wil niet in het openbare staan zoals deze vent hier doet. Want dan ga je gewoon dood. Dan ben je gewoon de lul. En wat? Hij gaat gewoon rondjes rennen, die fucker. Kom hier dan. Dat je rondjes gaan lopen rennen, hè. Dat vind ik niet zo aardig. Oké. Let's go. Hier door de rivier. En dan moeten we even helemaal omlopen. Oké, let's go. Komt er waarschijnlijk hier eentje voor me zo meteen. Ik wacht ze even op. Oh ja, daar komt hij.
Ah, fuck! Weer Jordi! Kut Jordi! Nou, ik sta wel voor met mijn team. We moeten nog 3 kills en hebben we dit potje gewonnen. En weer killed Jordi, man. Het staat dit met 3-3 tussen Jordi en mij. Ik heb hem 3 keer gekild, hij heeft mij 3 keer gekild. Dit is echt gewoon kicken, man, als je dezelfde persoon tegenkomt. En hij heeft een shotgun, ik heb een submachine gun en jij gaat dood. Sowieso. Even uitkijken dat Jordi hier weer komt. Daar komt hij! Oh, dat is Jordi niet. Oh shit, hij zit er wel. Er is eentje achter die steen. Even kijken wanneer die komt. Kom maar. Oh. Rustig. Ga naar achter die container. Motherfucker. Kut, dat kutwijf kan niet achter die container zitten, man. Ga weg hier dan. Oh shit. Dan weer hierachter. Daar staat hij, achter de boom. Dit is een handige plek, jong. Oké, die is dood. En we hebben het potje gewonnen. Let's go, winner. Woo! Kill an enemy within the first seconds. Ah, ik heb mijn objective gefaald. Ja, sorry hoor. Nou, dat ging lekker. $5200. Dus dat betekent dat ik MVP ben geworden. Ik weet niet hoeveel kills ik heb. Dan gaan we even afwachten. Mocht jij deze aflevering nou wel leuk hebben gevonden, mensen, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Het was een kick om te spelen. Echt, die jobs die je moet spelen zijn zo kicken. Ik had 14 kills, 8 deaths. Dus ik was de MVP speler in deze game. Daarom heb ik ook het meeste cash gekregen. Dus bedankt voor 1.75. Kijken, mensen. Vergeet hem niet te liken. En ik spreek jullie wel weer bij een ander multiplayer GTA 5 video. Of bij een Call of Duty video. Bye bye, jongens.